HD-versie. Want in de HD-versie heb je dus zeg maar niet dat je dat ding meer hoeft te vangen. Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker in HD. In de vorige aflevering hebben we dus heel de Forest Haven eigenlijk een beetje onderzocht. Hebben een item gekregen en zijn we erachter gekomen dat Makar verdwaald is in de Forbidden Woods. Wat dus een gevaarlijke plek is. En dat we dus zeg maar Makar gelijk moeten bevrijden. Deze dungeon is niet een van mijn favoriete dungeons, maar is op zich wel heel mooi in elkaar gezet. Maar ja, het nadeel is, je hebt hier heel erg veel van die green choo-choo's. En dat klinkt als een trein, maar geloof me, dat is het absoluut niet. Deze die zijn nogal irritant, want wat deze beesten dus doen, die gaan dus zeg maar zich verstoppen onder, ja, in de grond, waardoor dat je ze niet kan raken. En de enige manier dus zeg maar om ze te raken is op het moment dat ze dus naar boven springen. Nou, en hier ook nog een deur zitten. Die deur, daar kunnen we dus op dit moment, zien we daar een grote, blije bloem op zitten. En dat zorgt ervoor dat die deur dus zeg maar dicht blijft. Nou, dat grote ding wat je dus daar in het midden ziet, blijkt deze dingen nou spannend, want ik ben echt helemaal gek in de beesten. Nou, dan ga je ook eventjes. Zeg hoi! Hoi! Mooi. Nou, die hebben we ook weer. Ja, die groene die kunt ze verzamelen, maar echt, persoonlijk doe ik er niks mee, want ja, zo kun je dus ook potions maken. En ja, er zijn ook blauwe die er tussen zitten, maar ja, daar ben ik zelf niet zo'n liefhebber van. Ah, kom op, dat was sneaky. Dat was gemeen. Oké, nou, kom. Boom! Heb ik ze alle vier? Wauw, multikill in één spin. Daar hou ik wel van. Dat vind ik gaaf als zoiets gebeurt. Maar goed, we hebben dus hier al gelijk onze eerste kistje. En in dit eerste kistje zit... niks anders dan weer een stukje playpapier. Ja, we hebben de playpapier al gehad. Dus waarom ook niet? Het is de map. Dus ja, op zich de map. Je weet het, ik ken het alleen op de gamepad zien. Niet echt een boeiende map. Laat ik het wel op houden. Hierboven zit ook niet echt heel erg veel boeiends. Dus op naar die deur. Nou, als je dus helemaal naar die deur toe loopt, dan doet hij zijn dingen dicht. En dan kun je dus zeg maar slaan totdat je een ons weegt. Maar hij gaat niet weg. Wat je wil doen is, je hebt hier een bal. En die bal die wil je oppakken en die wil je gewoon er tegenaan gooien. Want als je te dicht bij dat ding in de buurt komt, dan doet hij, ja, dan doet hij zijn oogje dicht. Nou, en als je dan zeg maar gewoon iets tegen hem aangooit, dan ziet hij dat niet te snel aankomen. En dan kan hij zijn oogje niet dicht doen en zo versla je hem. Daar komt het praktisch op neer. Goed, dan komen we bij deze kamer terecht. En in deze kamer, daar zit het een en ander met secrets. Er zit hier zeg maar ook weer een secret, waardoor dat we nog niet zeg maar... Er zit hier nog iets extra's waar we nou nog niet bij kunnen. Jammer genoeg. Dus hou deze kamer ook weer heel eventjes in gedachten van... oh, hier zit misschien iets wat we later nodig gaan hebben. Het eerste wat je wil doen is, je wil eerst als eerste naar beneden toe. En als je dus zeg maar deze bladeren weg doet, dan kun je nog wel wat roepjes vinden. En ja, je hebt hier natuurlijk weer heel veel van die baba seeds. Of ja, van die Deku... Deku... plantbeesten. Ik weet niet precies hoe dat ze heten, maar die doen zoveel uit. En je wil wel uitkijken voor die beesten, want ze hebben dus zeg maar ook een tweede aanval. Als ze alleen maar zeg maar tegen jou aandashen, dat is één van hun aanvallen. Maar dan hebben ook zeg maar de aanval tot ze je dus proberen op te pakken en op te vroten. En geloof me, in Hero Mode doet dat ontiegelijk veel schade. Dus wil je zeker voor uitkijken. Dan zit ik even te kijken, want volgens mij in Hero Mode... Hero. Ik blijf elke keer Hero Mode zeggen, alsof dat het een horrorspel is. Zitten veetjes. Veetjes herstellen zoals je weet dus zeg maar heel veel health, maar zijn dus echt een must in, ja, als je hero mode speelt. Kan ik serieus niet meer praten? Ik heb zo'n hekel aan die beesten. Echt serieus! Slimes in HD! En voor de mensen, ja, we hebben de 50 al lang gepasseerd. Ik bedoel, ja... Als je in elke aflevering het gewoon gaat zeggen van tot het dus zeg maar ja, in HD is. Dan ja, krijg je dus al sowieso bij de 50 zou je dan ondertussen op de 100 zitten bij aflevering 50. Dus maar ja, ik zeg het zo vaak. Nou, zoals ik al zei, die Deku beesten die droppen dus zeg maar sticks. En hier is dat heel erg handig. Want zoals je ziet, er zit zo'n beest op zo'n ja, op een... op een kist. En ja, planten kunnen niet goed tegen vuur. Dus als je dan zeg maar dat raakt met vuur, dan kun je dus zeg maar gewoon het kistje openmaken en dan vind je een Night's Crest. Dat is de reden waarom dat je naar beneden wou. Night's Crest nogmaals. Ze zijn heel erg belangrijk. Verzamel ze zoveel mogelijk. Want als je de 10 hebt, gaat er iets leuks gebeuren. En jullie zullen zien van eigens wat dat is. Goed, nou. Op zich moet ik wel zeggen dat dit wel best wel een interessante kamer is met een vrij simpele puzzel. Want we moeten dus omhoog en
We hadden dat ene plateautje kunnen gebruiken, maar ja, ik hou van shortcuts. En voor de mensen die het waarschijnlijk al op is gevallen. Ja, op het moment dat je in zo'n plant springt, wordt je magie automatisch hersteld. Dus ben je laag met magie? Maak je geen zorgen, hè? En gebruik gewoon de plant zo vaak als je wil. Hartstikke handig. Nou. Dan moet ik wel zeggen dat ik die spike planten best wel creepy vind, zoals ze daar aan het wiggelen zijn. Nou, zoals je ziet, we moeten daar naartoe. En als we dus de andere kant op kijken, zien we dus... Even kijken, waar zit het andere plateau? Die zit daar. Daar zouden we ook nog... Mijn fout. We willen naar dat ene plateau. Hier, oh. En als je dan gaat kijken, dan zit er hier dus zeg maar nog zo'n spuitbloem. En dan kun je dus zeg maar verder omhoog. En dan zit daar een kamer. En die kamer die moeten we eventjes nog onthouden. Want daar kunnen we op dit moment nog heel weinig mee doen. Hier wil je uitkijken. Als je per ongeluk die bom raakt, doet dat pijn. Dus je wil zeker eventjes voorzichtig afstand nemen van die... Van die boom. Hoi. Jee, groene slijmbal. Je lijkt op een snottenbel, serieus. Iemand die zijn neus niet goed heeft afgeveegd. Nou, oké. Boom. Ik vind het leuk als die dingen opgeblazen worden. Je kunt er een bal tegen gooien, je kunt ze in de fik steken, je kunt de bom tegenaan gooien, je kunt er gewoon weer alles mee doen. Oké, nou hier hebben we van die dingen. Die zijn weer gebaseerd op wind. Haha, grappig dat je hier veel met wind moet werken in een windweker. HD. Sorry, ik moet gewoon eventjes. Al moet ik wel zeggen, deze tempel die zit wel met meer puzzels dan... Ja, degene die we eigenlijk net hebben gehad. Deze is natuurlijk wel wat uitdagender als de vorige. Hier bijvoorbeeld hebben we nieuwe vijanden. Deze vijanden die kun je alleen maar verslaan als je dus zeg maar een windbel er tegenaan gooit. En dan kun je ze pas slaan, anders werkt het niet. Wat ook heel erg handig is bij deze beesten, is om gelijk eventjes je grapplinghoek te gebruiken. Want dan vind je een gold feather. Of ja, een golden feather. Golden feathers die zijn heel erg belangrijk weer later in het spel. Je moet er 20 van verzamelen, dus heb je de kans? Doe het! Serieus, je wil dat doen. Geloof mij maar. Zeker in hero mode. Hé, ik zei het een keer. Goed voor de verandering. Goed gedaan. Krijg ik nou een koekje? Nee, oké. Okay. Goed. Waarom echt allemaal van die vervelende plantjes overal? Ik haat plantjes. Ik ben geen fan van plantjes. Al moet ik wel zeggen dat die baboe seeds heel erg handig zijn om blue potions mee te maken. En waarom ligt hier random 5 rubies? Kon het niet gewoon één blauwe daar neerzetten? Waarom echt zo Nee, maakt niet uit. In de Legend of Zelda is het leuk om al die dingen te verzamelen. Zoals je mij vaak zat hebt zien doen in Skyward Sword. Dat ik hartjes opgepakt terwijl ik ze nog niet eens nodig heb. Goed. Nou, dan zien we hier dus zeg maar dat er weer een deur vast zit. En om extra fillen te geven, hebben we weer een klein puzzeltje dat we op moeten lossen. We moeten dus hier naar de overkant. Joy. Gebruik onze wapper om ons eigenlijk eens naar de andere kant te blazen. En dan hier hebben we weer zo'n koffieboon. Koffie. Die koffieboon die moet weer opplaatsen. Ik vind dit echt zo'n leuke filler. Ahem. Ik bedoel, ik vind het zo zinloos. Ik bedoel, zet er dan een kistje bij of zo. Dankjewel voor het luisteren naar mijn request. 20 rubies, jee. Nou, mag ik jou heel eventjes vernietigen, want ik moet dit weer opnieuw doen. Oké, ik ga gewoon mijn mond houden, want dit ding hadden we... Hallo? Blaas op of iets. Nou, weet je wat, dat doe je van eigen wel. Prima, dan doe je het toch niet. Plof, dat was hij. Ik moet echt oppassen met wat ik zeg. Een kistje zou wel... Hoppakee, je komt gewoon bij een kistje terecht. Nou. Wat dus de bedoeling is dat je die bal daar tegenaan gooit. Poging 2... Echt geweldig dit. Tijdverdrijf op zijn best. De nadeel is dus dat we dus niet echt progress maken op zo'n punt. En dat we zo dadelijk heel erg snel op het einde van deze aflevering zitten. En dus eigenlijk nog steeds in het begin van deze tempel zitten. Waar ik niet op zit te wachten. Oké, helemaal naar voren. Dat je niet meer verder kan. Oké. Nee. Daar. Lijken pro. Nou, dit is een van de zinloze kamers. Daar zien we dus zeg maar van deze hele mooie spikes die in één keer uit de grond komen. Dan wil je je windbel gebruiken en zo kun je dus hier verder. Ik vind dit echt... Dit zijn zinloze kamers, als je het mij vraagt. Ik bedoel... Ze verspelen alleen maar je tijd. Ze gebruiken dezelfde mechanics als die je al eerder hebt gehad. Die we al eigenlijk door hadden. En... Slaat gewoon helemaal nergens op. Laten we daar gewoon maar op houden.
Goed, dan komen we eindelijk in de main room. Jee, werd ik het tijd. Dit is de centrale kamer waar we dus eigenlijk heel erg veel gaan komen. Zoals je ziet hebben we hier weer van die extra plankjes. Die extra plankjes die zijn heel erg handig, want dan kunnen we dus zeg maar weer verderop. En waar we naartoe moeten is dus zeg maar ergens een van die deuren. Nou zit hier ook weer een secret to everybody. Ja, heel veel mensen die weten dat niet. Alleen deze secret, kan ik jullie alvast voor waarschuwen? Zinloos. En dan bedoel ik ook echt zinloos. Moet ik heel even kijken waar dat die zit. Je hebt daar zeg maar dat plateautje. En weet je wat? Ik ga die deur alvast openen. Dan hoef ik niet twee keer op en neer te lopen. Dat scheelt weer, want we hebben hier een doorkey nodig. Ik vind het zo leuk om die dingen doorkeys te noemen. Oké. In plaats van doorkey. Never mind. Die deur maken we even open. En zoals je ziet zit hier dus een plateau. Nou, dat brengt je nog hoger. Zeg maar hier naar boven toe. En dat is later heel erg belangrijk om dat zeg maar, om daar iets mee te gaan doen. Maar dat is niet de reden waarom dat ik hier naar boven toe ga. Sowieso zit hier weer een warp. Heel erg handig. Zeker als je dan weer naar die ene kant toe wil. Maar zoals je dus ziet, daar... Daar zit dus zeg maar een deur. En als ik me niet vergis, zit hier boven ergens nog een... Of ik zit het te verwarren met een andere kamer. Kan natuurlijk ook. Daar zijn we begonnen. Daar zijn we naar boven gesprongen. Oké, dat was niet deze kamer. Sorry, mijn fout. Maar ik dacht dat hier een extra kistje zou zitten, maar dat zit hier niet. Zit in een andere kamer, dus ik haal het weer door elkaar zoals altijd. Jullie weten hoe ik ben. Altijd van die foutjes maken. Nou, hier wil je eigenlijk zeg maar overheen springen. Hier zit een vijand type dat dus zeg maar niet echt schade doet, maar alleen irritant is. Er zit hier een kistje van 10 rubies. En deze beesten die zorgen ervoor dat het dus zeg maar heel erg langzaam gaat lopen. Wat je daartegen wil doen is gewoon een spin jump. Of een spin jump. Tuurlijk een spin jump! Gewoon een spin aanval doen met je zwaard en je verslaat ze. Dus dat is eigenlijk het makkelijkste wat je hier wil doen. Die kleven gewoon aan je vast. Zijn gewoon alleen maar daarom irritant te wezen. Doen geen schade, dus daarvoor hoef je er geen zorgen over te maken. Door naar de volgende ruimte. Oké, volgens mij is dit een klote ruimte. Maar moet je hier uitkijken maar waar je loopt. Ja hoor. Dit is een doolhofruimte. Als je hier niet goed oppast, krijg je schade. Als je tegen die dingen aanloopt, krijg je dus schade. En in hero mode is dat een half hartje. Dus je wil zeker hier rustig aanlopen. Want vergeet niet, help is belangrijk. Ik heb niet vaak genoeg, zeg ik. Nee, ik wil er vaak eigenlijk een paar rubies hier. Dus je wil heel voorzichtig eventjes uitzien te stippelen wat de route is om te lopen. Nou, en waar we naartoe moeten gaan, dat is zeg maar daar dat plantending geval. Dus oké, nou dat is afgesloten. Hier langs. Ik haat die dode hoeken. Waarom doen ze dit? Echt. Oh. Al die grasprietjes hier. Geef mij maar een grasmaaier. Ik denk dat de Hero of Time daar meer aan... Of de Hero of the Wind meer aan heeft gehad dan als... Oké, nou, we zien in ieder geval heel veel potjes en pannetjes. Tudu. Wauw, net wat ik nodig had. Zit hier nog überhaupt iets boeiends in die potten? Ik wil gewoon kijken wat er in die potten zit. Ik kan er niks aan. Oké, daar zit rubies in. Rubies zijn altijd handig. Rubies zijn altijd welkom. Rubies zijn altijd handig. Rubies, rubies, rubies. Oké, nou. De laatste. Een joy pendant. Nou, vooruit dan. Ik bedoel, een joy pendant is nou niet echt bepaald het beste waar je tegen kan komen. Maar ja, we hebben het toch nodig. Dus waarom ook niet? Nou, wat je wil doen is, je wil daar een bom tegenaan gooien. Volgens mij moet daar gewoon naartoe lopen. En als bonus zien we daarachter ook nog een hek. En daar willen we ook een bom naartoe gooien. Je kunt gewoon de bom zeg maar tussen die voelsprieten doorgooien. Heb ik het goed gedaan? Ja. Dus geen enkel probleem daarmee. En als we dan deze kist openen, dan vinden wij... Tam 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 tam. Een kompas! Dat is nummertje 3 die we ondertussen al hebben. 3 kompassen doen alle 3 hetzelfde. Ik kan er maar over door blijven ranten. Jullie kennen het ondertussen wel. Goed, nou, hier is hier doorheen. En kan ik... Nee, daar mag ik niet doorheen. Daar mag ik niet doorheen. Nou, moet ik er helemaal omlopen? Daar heb ik helemaal geen zin in. Au, ik ben weer te snel. Nou, eerste schade is genomen. Waarom ook niet? Hier omheen. Hier doorheen lopen. Wat? Ik ben weer te snel. Ik haat deze kamer, ik haat deze kamer, ik haat deze kamer, ik haat hem, ik haat hem, ik haat hem. Oké. En al die moeite die we dus extra nemen, is nodig, want hier zit namelijk een doorkey.
Of een Smokey. Maar ik vind Dorky leuker. Sorry. Ik kan er niks aan doen. Ik vind Dorky gewoon... Ja. Klinkt een beetje beledigend zo. Hé, hey, we hebben een Dorky. Dan doen we even overnieuw. Jullie hebben niks gezien. De eerste de beste die zegt dat jullie iets gezien hebben. Daar, die heeft ruzie. Die meldt zich bij mij. In deze graskamer. In HD. Het is weer een tijdje geweest dat ik het had gezegd. Ik denk, ja, nou, missen jullie het nog. Net zoals dat jullie de selfie-bit missen. Poef. Opdonderen. Jullie droppen toch niks voor boeiends. Dus ik laat jullie gewoon lekker leven. En ik negeer jullie gewoon, want dat scheelt weer tijd. Oké, nou. Zijn we weer terug in deze centrale kamer. En nou dat we dus een Dorky hebben, kunnen we eindelijk hier naartoe. Ah, deze vijanden. Zoals ik al zei, altijd eventjes je krabbeling erop gebruiken. Geloof me, die dingen worden echt belangrijk de volgende verder. Dus als je die niet meeneemt, dan mis je toch eigenlijk best wel iets handigs. Maar wat missen we dan? Wat is dan zo belangrijk, Zelda Player? Vertel ons. Dat zien jullie wel als we de 20 verzameld hebben. Ik bedoel, voor de mensen die meespelen, het is gewoon echt heel erg handig om te weten dat die dingen heel belangrijk zijn. En dat je er dus 20 wil hebben. Nou, Golden Feathers, die worden ook zeg maar gedropt door die andere vogelbekbeesten die we al eerder hebben gezien. En dat is een heel irritant beest hier, maar volgens mij dropt hij hem ook. Nee. Oh. Waarom doe jij niet A? Dank je. Hey. Eén tegelijk alsjeblieft, dankjewel. Ik heb alweer half schade ondertussen, dus daar word je niet vrolijk van. Nou ja, we weten hier al een V-plekje te vinden, maar ik ga dus daar geen misbruik van maken. Ik wil de challenge wel een beetje, zeg maar, ophouden tot, als we dus, zeg maar, niet in een locatie zitten waar een V'tje zit. Tot ik dus, zeg maar, niet een omweggetje ga maken om bij dat V'tje uit te komen of zo. Daar heb ik, ik heb liever zoiets van, tot we het wel spannend houden en tot we dus, Dat is flame. Dat is heel erg flame. Ik geef me je golem verder. Ik blaas je aan de kant. En ik sla je met mijn botermesje. Stom beest. Nee. Dat was heel erg flame. Nee, maar ik ga dus geen omweg maken naar feetjes of iets. En mag ik daar boven komen? Alsjeblieft. Jeez. Ik bedoel, ik moet wel een beetje spannend blijven om... loslaten. Ik hoor weer van die flappers. Oké, daar boven zit een flapper. Hier zit een... moet hij nog hoger? Dus... Ik wil zeggen, als ik nou weer door zo'n flapper geraakt, toch alleen maar omdat ik hier ben? Hoi. Ik stil eventjes jullie veertjes. Vinden jullie vast dat ik niet erg? Oké. Okay. Rush! Je hebt... Auw! Geef me je veer. En nou sterf. Ik heb maar één hartje. Dat is niet eerlijk. Oké, okay, nou, kom jij naar mij toe? Kom jij naar mij toe? Hè? Heb je tegen mij? Kom dan, kom dan, kom dan! Ben je blij, bakkes? Sweef! Dan kom ik wel naar jou toe en dan sla ik je wel eventjes naar de sodomieter. Zo. Oké, okay, nou, die deur kunnen we nog niet in. Sad but true. En als je dan hier... Oh, dit is die kamer waar ik het trouwens over gehad. Maar ja, eerst eventjes dit doen, want dit is heel erg belangrijk. Deze kamer is heel erg belangrijk en die wil ik zeker nog eventjes in deze aflevering doen. In deze kamer hebben we een baas. Een mini-baas. Hi. Een straaljagerbaas. Deze baas. Gelijk eventjes een golden feather stelen. En daar wil je de vleugeltjes van afslaan. Wees wel voorzichtig. Hij spuit ontiegelijk veel van die kleine beestjes eraf. En als hij dat doet, dan hebben we een probleem. Oké, kom, doe dat nog eens. Hartstikke idee. Je wil zijn vleugels toch afslaan, zoals ik al zei. Oh boy, dit doet pijn. Oké, okay, feetje is gebruikt. Jammer. Ik moet een beetje meer gebruik maken van mijn schild. Dat is echt duidelijk. Oké, wacht op hem zijn aanval. En daar komt hij. Hoppakee, sla met die hap. Kom dan. Hoppakee. Dan moet ik wel rekening mee houden. Oh, oh. Dan moet ik dus wel rekening mee houden tot ik geen feetje meer heb. En tot als ik dus nog maar een half hartje heb, dat ik wel mijn potion ga gebruiken. Oké, okay, nou.
onze vlinder. De vlinder is dus verslagen. We hebben dus zeg maar een veetje dit keer voor het eerst nodig gehad. Zoals ik al zei, in hero mode wil je die echt wel bij je hebben. En zoals afgesproken, ik ga niet terug om een veetje te halen. Dat vind ik nogal een beetje lame. Maar goed, deze item is zeker heel erg belangrijk. Want wij hebben... de boomerang! Set it and throw it with something, something and something. Deze boomerang is zo erg handig. Je kunt namelijk verschillende objecten ermee raken. En je hebt dus eindelijk het eerste item waar je dus zeg maar echt kan gebruiken om te gooien. Dit item is niet alleen handig zeg maar om vijanden mee te verslaan. Maar ook om deuren te openen. Wat je wilt doen is je wilt dus zeg maar richten. Het klikt zich automatisch vast. En zo kun je dus meerdere doelen raken en daardoor kun je dus zeg maar makkelijker puzzels oplossen of switches omzetten of vijanden verslaan, noem maar op. Dit item werkt dus ook heel erg goed tegen die beesten. En aangezien dat we nou weer terug zijn gekomen, kunnen we dus zeg maar weer al die golden feathers verzamelen. Nou, op het moment dat je dat hebt gedaan, gooi je boomerang er tegenaan. En dat ruimt ook weer. En als je dat dan doet, dan verliezen ze hun... Oh, die jouwe heb ik al. Dan ben je zinloos, sterf. Nee, maar dan kun je ze dus nog makkelijker raken. En dan zijn ze dus totaal onschadelijk gemaakt. Omdat ze dus zeg maar niet meer weg kunnen vliegen. Dus zeker handig om dat te onthouden. Nou, er is nog één secret. Die wil ik zeker nog heel eventjes in deze aflevering stiekem erbij gooien. Hallo. Mag ik even bij jou komen? Dank je. Je hebt nog... Jij hebt nog een golden feather voor mij. Kom eens hier. Je hebt... Kan echt alleen maar met L-targeting. Hallo? Moet ik echt serieus naar jou toe lopen? Normaal gesproken komen jullie naar mij toe. Dank je. Oh, en voor de mensen die het willen weten. Ja, je kunt ze ook verslaan met de boomerang. Ik weet niet waarom, maar ja. Mocht je dus een beetje met de knopjes dilemma zitten, dan kun je ze ook gewoon verslaan met de boomerang. Goed. Even kijken, waar zat nou dat plateautje? Die zit hier. En dit is eigenlijk best wel uniek. In plaats van dat je nou dus ergens naartoe moet swingen, wil je hier gewoon opklimmen. Kan dat ook al? Ja, dat kan. Alleen het enige nadeel is... volgens mij zat er dan nog één extra boven. Ja. Dat is de manier om hier te komen. Alleen al deze moeite die je gaat doen... Ik raad het gewoon aan om het niet te doen, want het is echt zinloos dit, toch? Maar ik show alles. Vind ik leuk. Hier omhoog klimmen, zien we daar dus zeg maar een plateau. Nou, ik persoonlijk zou voor zo'n omweg, omdat het is best wel goed verborgen. Veel mensen die skippen deze. En als je deze skipt, zou ik zeggen van dat je iets belangrijks vergeten bent. Nee, want dit is allemaal voor een Joy Pendant. En die klote dingen die ga je haten. Want in Joy Pendants, die worden na een tijdje worden ze waardeloos. En dan heb je er dus helemaal niks meer aan. En blijf je dus nogal veel tegenkomen. Nou, met de boomerang kunnen we die dingen eindelijk ook kapot maken. En daardoor kunnen we dus, zeg maar, nou een stuk verder in deze tempel. Dit is trouwens ook het item wat dus nodig was voor die ene kamer. Maar dat zien we allemaal in de volgende aflevering. Dus ik dank jullie natuurlijk allemaal voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Met dat dank ik jullie voor het kijken. En morgen gaan we dus gewoon weer verder. En ik weet het, dan is het op zaterdag. Maar... ja, aangezien dat ik ben bezig met een opname zeg maar voor achteraf. Want als ik me niet vergis, ik heb nou de zee opgenomen. Ik heb nou volgens Steven en deze. Dus het is nou vrijdag, ja? Als ik me niet vergis is er een livestream op dit moment gaande op de Towler. Samen met, die gaat nou ook 24 uur livestreamen. En daarom heb ik besloten om dit weekend ook niet verder met Minecraft te gaan, speciaal vanwege de livestream. Dus we vullen het gewoon nog een keer op met Windweker. En met dat hoop ik jullie natuurlijk te zien morgen weer bij een nieuwe aflevering. En misschien ook eventjes een kijkje nemen bij de stream van de Towler. Ik dank jullie allemaal voor het kijken en ik hoop jullie morgen dus te zien. Dus tot dan! Doei!